Al jaren ligt er een plan voor een nieuwe fietsverbinding tussen Hoogkerk en de stad. In februari is Rutger Noordam naar de politiek gestapt om er weer wat vaat achter te zetten. En met resultaat. Maar waarom maakt iemand zich sterk voor een nieuw fietspad? Omdat dit pad door de bezuinigingswoede zou sneuvelen. Dit fietspad. Het heeft 15 jaar lang in de bedoeling gelegen om dit pad aan te leggen. En in de bezuinigingswoede vorig jaar zou het sneuvelen. En uiteindelijk is het met de hulp van de gemeenteraad toch voor elkaar gekomen. En daar zijn we heel erg blij om. Want het is dus een hele goede verbinding voor jonge fietsers en anderen. Hier door de weilanden van de voormalige Suikerunie. Tussen Hoogkerk en onze wijk de Buitenhof het Saspark. En gewoon een veilige verbinding en een goede verbinding, zou ik zeggen. En hoe ziet een goede verbinding er dan uit? Ja, nou ja, dus hier de weg over en een klein stukje licht daar al. En dan rechtdoor naar die PTT-paal, zou ik maar zeggen, die toren. En dan halverwege komt er dus een afslag naar de Buitenhof, naar het Stadspark. En naar onze wijk. En dat is heel mooi. Ja, het moet natuurlijk nog echt helemaal in bestek getekend worden. Nog de laatste dingen. Ik geloof dat eind van dit jaar zou het plan helemaal klaar zijn. Maar dat is in ieder geval heel plezierig. Plezierig voor een heel fietsend Hoogkerk. En dat mag wat kosten. Ruim 5 ton is gemoeid met de aanleg van het 3,5 meter brede pad. Een flink pak geld in tijden van crisis. Maar boze reacties heeft Noordam nog niet gekregen. Nee, ik heb er niemand over horen klagen. Het is... kijk, al dat geld is gecompartimenteerd. Dit zou altijd aan verkeer besteed zijn. Dit concurreert niet met sport of iets dergelijks. Dus als het hier niet in was gaan zitten, dan hadden ze nog een stukje asfalt ervoor aangelegd bij een snelweg of zoiets. Dus, want het komt geloof ik voor de helft dat geld vanuit de provincie, van de gelden van de provincie. Dus daar maak ik mij niet druk om en daar heeft ook niemand over geklaagd. In 2014 zal er gestart worden met de aanleg. En dan kan deze fietser ook rechtdoor naar Hoogkerk.